minder openbaar vervoer. Dat betekent langer wachten, langer lopen naar de halte, duurdere kaartjes, personeel dat ontslagen wordt. Dat is de keuze van dit kabinet. De Partij van de Arbeid maakt een andere keuze. Die wil juist investeren in het openbaar vervoer. En die wil dat Rotterdam, Amsterdam, Den Haag zelf bepalen hoe ze hun openbaar vervoer in de toekomst gaan inrichten. Hoe dat op de markt, of bepaalt de gemeenteraad, de gemeentelijke politiek dat zelf. Dat zijn de harde keuzes die nu voorliggen. Het kabinet wil privatiseren en wil bezuinigen. Wij zeggen, laat de gemeente het zelf bepalen. Kies voor de reiziger. Laat ze niet langer wachten. Maak de kaartjes niet duurder. En steun het personeel. Dat is de keuze van de Partij van de Arbeid.